Elke week beoordelen we de kleding van de sterren. Wie krijgt de meeste glaasjes en ziet er dus uit om door een ringetje te halen? En wie, oh wie, slaat de modeplank finaal mis? Deze week zijn we bij de première van La La Land in het Man Village Theater in Los Angeles. Cheryl Burke's halterjurk met diep décolleté is duidelijk een geleend exemplaar. Bij haar borsten is er veel te veel stof en hij is kilometers te lang. Een enthousiaste stap naar voren en Cheryl breekt haar nek. De kleur vinden we mooi voor deze tijd. Verder zonde. Zo jammer, twee glaasjes. Deze Prada-creatie van hoofdrolspeelster Emma Stone heeft een prachtige hoge halslijn die mooi is bezet met kleine steentjes die doorlopen naar de taille. Hij staat er geweldig. Dankzij de plissering krijgt hij een zwierig effect. De met zwarte pailletten en blauwe veertjes bezette Jimmy Choo hakken maken het geheel af. Helemaal top. Vijf glaasjes. Wat Tilda del Toro dacht is ons een raadsel. Het bordeauxkleurige slettenjurkje met kant en lila pumps met bondbolletjes ogen meer voor in de slaapkamer dan voor een grote Hollywood-première. En dan hebben we het nog niet eens over die bondjas. Je zou er een SOA van krijgen door er alleen al naar te kijken. Een echte misser. Snel naar huis. Eén glaasje. Lisa Rinna ging voor de smoking look en het zwart vloer jasje met een luipaardblouse en de polkadot sjaal zijn helemaal van nu. Maar of het nou geschikt is voor een première? Haar echtgenoot Harry Hamlin draagt eenzelfde velour jasje, alleen in Midnight Blue. En ja, ook Hamlin sloeg een sjaal om. Beetje peppy en cocky. Bijna goed, drie glaasjes. Bloempatronen vinden we altijd leuk, mits ze gedekt zijn in een stof. Maar met de jurk die Mia Maestro draagt, lijkt ze compleet overwoekerd. Daarbij is de onderkant ook vrij ruim en in combinatie met de drukke geweven panty en glinsterende goudkleurige pump wel heel veel. Less is more, Mia. Zo jammer, twee glaasjes. Tot volgende week en laat die kurken maar knallen!